welkom op de reeks van de Mindset Vlogs die we gemaakt hebben in het kader van de Mindset Flow van het Talentenlab. Oké, ondertussen deel 5 al. Dat is al 4 filmpjes. Ondertussen hebben jullie al best wat hooi op de vork genomen, hoop ik. Denk ik. Wat hebben we al gehad? De manier van denken, dat was het absolute begin. Fixed mindset, growth mindset. Als je het basisconcept al mee begint te experimenteren, moet je in je manier van denken evolueren naar een meer growth mindset. Om ook de andere onderdelen te kunnen aanpakken. Dus dan hebben we uitdaging, doorzetting, hè, buiten de comfortzone gaan. Dus daar waar dat de magic happens, het kan wat pieken, het kan wat pijn doen. Inzet hoeft geen slecht signaal te zijn, dus inzet is iets positiefs. Dus dat hadden we dan vorige keer. Hopelijk hebben jullie kunnen experimenteren ermee. Hopelijk hebben jullie in jullie agenda die 10 minuutjes al ingepland de afgelopen dag of dagen. En ben je misschien zelf al dat latje iets hoger aan het leggen. Deze keer is het kritiek en ook het volgende deel succes van anderen. Deze 2 vind ik super. Heel krachtig. Als je daar een growth mindset blik op kan verkrijgen. Ook meer moeilijk. Want nu gaat het niet alleen maar over jouzelf en hoe dat jij het wil invullen. Nu gaat het ook over de anderen. Hoe zij reageren op wat je doet en wat je zegt. Dus, 5e deel. Kritiek. We moeten daar allemaal eerlijk in zijn. Kritiek is niet leuk. De eerste reactie, dus intrinsiek, dierlijk instinct is, het voelt een beetje als een aanval. Dus is niet altijd prettig bij de start. Nu, wat is het verschil in fixed mindset en growth mindset reactie op kritiek? Je moet kijken, fixed mindset, je hebt jouw valies, je hebt wat je hebt. Als iemand dan kritiek geeft, dan is die eigenlijk uw intelligentie aan het bekritiseren volgens jouw perspectief, volgens jouw zienswijze. Het is dus een frontale aanval op jou als persoon. Als je echter kritiek geeft aan iemand die een growth mindset kijk heeft op de uitdagingen waarvoor dat er staat, die gaat zich niet zozeer aangevallen voelen in intelligentie, maar vooral in hetgeen hij aan het doen is. Die gaat dus die kritiek op een andere manier gaan verwerken. Niet op een andere manier ontvangen, want goed, kritiek komt wel even binnen. Kan soms ook zeer doen. Je moet daar rekening mee houden, dat is niet altijd leuk. Maar dan gaat een growth mindset bril ermee aan de slag. Die gaat kijken van, oké, kan ik hier iets uit leren? Kan ik hier iets uithalen? Want kritiek kan ook terecht zijn. Kritiek is eigenlijk altijd terecht. Je moet alleen het vanuit het perspectief van de andere persoon gaan kijken. Dus, conform het model. Als je in een vaste mindset zit, ik heb een hekel aan kritiek en luister er niet naar, dus het is een frontale aanval, dus wat doe je? Negeren, onverschillig reageren, misschien van binnen niet, maar van buiten toch proberen om dat zo rap mogelijk van je af te zetten. Ga je helemaal naar de supergroei, dus de rechtskant in het model van Talentenlab. Ik ga zelf actief op zoek naar feedback, dat is het meest positieve, dat is durven, dat is... Alleen, we moeten daar dikke pluim als je dat al doet, want dat is echt wel buiten uw comfortzone in het begin. We zijn dat niet gewoon, zeker op Vlaamse leest. Voor de Nederlandse kijkers onder ons, jullie zijn daar iets directer in, maar wij Vlamingen zijn daar nog iets te voorzichtig in meestal. Dus dat echt op zoek gaan naar die feedback is een stap die je moet zetten. Mensen die ons wat volgen op Gromicoach, weet ik dat ik ook nog een... Facebookgroep heb, de Inspiration Network, en dat is super graag quotes deel. Vooral omdat dat natuurlijk in 1 korte krachtige zin wel best wel kan zeggen. Dus eentje van Abraham Lincoln van deze keer. I don't like that man, I must get to know him better. Dus dat is eigenlijk een heel goede insteek, omdat dat natuurlijk mensen zijn waar je van kan leren. Als je iemand rond je lopen hebt die precies... hetzelfde denkt als jij, hetzelfde ziet als jij, hetzelfde spreekt als jij. En dus u eigenlijk volledig steunt. Ja, dat is natuurlijk niet de meest interessante persoon om te leren. Zo'n leuke persoon om rond u te hebben. Maar het is niet de persoon waarmee dat je buiten die comfortzone kunt treden. Dus van deze keer is het eventjes terugkijken. Kijk naar de afgelopen dagen, afgelopen weken eventueel. Naar iets waar dat je met veel passie en inzet aan gewerkt hebt. En dat je dan kritiek van ontvangen hebt en dat best wel fel binnenkwam. Herbeleef die situatie eens. Kijk eens van, oké, wat was er juist aan het gebeuren? Waar was ik mee bezig? Neem er ook uw oefeningen van de afgelopen filmpjes al bij en bekijk die kritiek een keer vanuit een ander perspectief. En als je echt nog een stapje verder wilt gaan qua durf, spreek die persoon daar misschien terug over aan. Probeer daar vandaag iets uit te leren. Er is daar altijd een leerkans in kritiek. Dus vandaag een iets pittigere opdracht, maar niet minder leuk ervoor. Dus ga terug in de tijd, pak in, neem die kritiek, ga eventueel naar die persoon. Durf daar echt naar een goede mindset te kijken, op die kritiek te gaan. Je hoeft niet inhoudelijk te delen als je dat niet ziet zitten. Maar deel zeker dat je, als je het gedaan hebt, wat jouw ervaring was. Of dat je eigenlijk een ander gevoel had als je het nu herbeleefde en in een growth mindset bril over die kritiek eens hebt nagedacht. Of heb je juist hetzelfde gevoel? Het kan ook. Hè? Sommige kritiek kan je u wel inleven vanuit het perspectief van anderen, maar kan je ook totaal niet mee eens zijn. Of dat je, omdat je echt helemaal iets anders wilt realiseren. Maar ook dat is een leeroefening. Dus succes. Dit is een pittigere, ik weet het. Dit is ook een die meer naar de emotie gaat gaan. Maar natuurlijk, de return on investment gaat dan ook groter zijn. Dus weer veel succes. En dan zien we elkaar voor het volgende filmpje, want dat is nauw verbonden met dit filmpje. Dus die twee, je ziet het waarschijnlijk aan mij, word ik altijd wel heel enthousiast van. Omdat daar echt heel grote leergroei en growth mindset energie in te vinden is. Zo, veel succes en tot het volgende filmpje. Bedankt om dit deeltje te volgen tot het einde. Misschien nog een keer kort om af te sluiten en vooral om de eer te geven aan wie de eer toekomt. Het Talentenlab, ga je rechtsboven zie je webshop staan. Daar kan je dus de Mindset Flow downloaden, volledig gratis. Er zijn ook enorm veel cursussen daar beschikbaar. Een deel van die cursussen zijn ook cursussen die wij geven in het coachingtraject, die in een apart filmpje door Marleen gaat toegelicht worden. Dit volledige verhaal, Fixed Mindset, Growth Mindset, is gebaseerd op het boek van Carol Dweck, Mindset. We zullen onderaan ook nog de link delen als je geïnteresseerd bent om dat boek aan te schaffen. Ook via de bibliotheek van Gromicoach kan je een link vinden voor dat boek. Dan misschien ook nog voor helemaal af te sluiten. Wie zijn wij? Heel eenvoudig, www.growth-mindset.be of www.gromicoach.be, kom je er ook terecht. Kan je in de wie is wie vinden wie wij zijn. Ondertussen is Gromicoach een team van, ja, ik ging zeggen 4 man, maar het is 1 man en 3 vrouwen. En we, eigenlijk is alles gebaseerd op het Growth Mindset principe. En gaat eigenlijk vanaf kleuters tot bijna bejaarden. Dus we geven individuele coaching en groepscoaching voor kinderen. We begeleiden ouders, intakegesprekken, gesprekken op school. We hebben plusgroepen, zodat hoogbegaafde kinderen leren samenwerken. We doen dat ook voor tieners, geen plusgroepen, maar individuele coaching. En dan hebben we Inge, die, dus het eerste stuk is vooral Marjolein en Marleen die daar actief in bezig zijn, dus kinderen en tieners. Als we gaan naar studenten en volwassenen, dan bieden we gewone coaching aan en bieden we loopbaancoaching aan. Daar neemt Inge vooral de lead in. Doen we ondertussen zowel binnen als buiten, gezien de coronatoestand is, kunnen coachen natuurlijk ook best interessant. Dat doen we allemaal op maat van de hoogbehaafden, rekening houden met de mindset, denkend aan COVID en vooral ook denkend aan alle kenmerken die de hoogbehaafden hebben, die toch heel specifiek zijn en maken dat zo'n standaard coaching niet werkt op hoogbehaafden. En dat ze dus een andere stijl, andere aanpak van coaching zoeken. Dus het is een heel uitgebreid traject. Surf zeker naar de site voor meer informatie. U zal de link ook hieronder nog een keer steken. In het najaar geven we ook themaavonden rond het onderwerp. Daar zien we echt al naar uit, want die van het voorjaar zijn geannuleerd. En daar vertalen we nog meer in de diepte alle aspecten rond hoogbehaafdheid, rond growth mindset, positive discipline, dus kinderen opvoeden zonder straffen en belonen. De zaken rond school, zodat die uitdagingen zijn, dat ze kunnen fouten maken, alles daar rond. En dan in het laatste deel ook voor de ouders, voor zichzelf, wat hoogbehaafdheid voor volwassenen wil zeggen. Dus surf naar onze site, like ons op Facebook, zodanig dat je ook daar de berichten kan volgen. Er ligt veel op de plank. De plank is eventjes gesloten geweest door corona, maar ik zie voluit om in het najaar met Gromicoach de lat weer net iets hoger te leggen. We hebben veel geleerd uit de afgelopen maanden. En we willen in het najaar weer met een aantal unieke initiatieven naar jullie toe komen, zodanig dat we iedereen maximaal kunnen helpen. We zullen ook in intakegesprekken, als we zien dat er een collega is die meer op maat van jouw service kan bieden, zullen wij ook doorverwijzen. Growth mindset, vanuit het perspectief van overvloed willen we altijd dat je bij de beste coach kan terechtkomen. Want wat voor de ene werkt, werkt voor de andere niet. Dus in ieder geval, surf nog naar de site. We zien elkaar in het vervolg van de reeks. En dan hebben we ook nog het ene deeltje met Marjolein, die ook nog moet komen. Succes en bedankt voor het kijken tot het einde.